Hey, hallo, welkom allemaal. Welkom op mijn kanaal. Ik ben Joyce Tresor en ik ben bezig met het 100 dagen project. Vandaag weer een nieuw projectje, een nieuw klein projectje die we gaan gebruiken in het grote project. En wat ik wil gaan maken is van 1 scrapvel 6 pockets. En dan wel library pockets, dus bibliotheek pockets. Vroeger hadden we van die kaartjes in onze bibliotheekboeken zitten waarop je de datum moest schrijven en... ja, ik geloof dat die dan weer in de bieb bleef, dat ze wisten waar de boeken waren of zo. Ik weet niet meer precies hoe dat werkte. Maar dat soort pockets wil ik graag gaan maken van een scrapvel. En nou vond ik in mijn voorraad nog een heel oud paperpad. Niet zo heel veel zit er meer in. Van Craft Sensations wilde ik zeggen. En daar zag ik, even kijken, deze. Het leukste is hiervoor om dubbelzijdig papier te gebruiken. En ik wil voor dit vel gaan. We kunnen dus van 1 vel 6 van die pockets maken. Dus dat is wel superleuk, vind ik. En we gaan maar even beginnen met dat in 6 stukken te snijden. En dat doe ik door op 1 kant door de midden. Door het midden te snijden. Nou zijn de papieren 12 keer 12 inch. Nou, en mijn bord heeft... inches, dus ik ga hem op 6 doorsnijden eerst. En dat is voor mensen die met centimeters werken 15,12,5. Dus tussen de 15,2 en de 15,3 legt, dan heb je je scrapvel precies door het midden. En over zo gaan we die in stukken van 4 inch snijden. En 4 inch is 10,1. En een half. Dus tussen de 10,1 en de 10,2. Als je dat doet, dan zit je dus op 4 inch. En dat is handig, omdat het papier inches is. En dat dus mooi meteen helemaal in 3 gelijke stukken kan. En dat doe ik met de andere ook. Dus even op 4 inch en op 4 inch. Dus 10,1, 10,2. Nou, dan ga ik er met eentje eerst voordoen. Op de korte kant, dus op de 10,1 zijde. Die gaat tegen de liniaal aan. En dan rillen we aan beide zijden op een halve inch. En dat is 1,3 ongeveer. Oh, mijn rielvoet zit niet goed. Dus op 1,3 komt een rillijn. En aan de andere kant ook. Dus dan draai ik hem een halve slag. En dan komt daar ook een rillijn. En ik ril nog op 5 centimeter. Dus ik kies ervoor om mijn bloem aan de bovenkant te doen. En zo meteen kun je zien waarom. Want anders zou je er niets meer van zien. We hebben even een schaar nodig. En we hebben hier een rillijn. En daar een rillijn en hier. En bij dat kruispunt knip ik even een hoekje weg. Of eigenlijk een taartpuntje. Dus de rillijn in die 1,2 centimeter knip ik er tussenuit. Kunnen jullie wel goed zien, hè? En aan die kant ook. Zo. En dan wil ik heel graag deze hoekjes hierbovenin afronden. Gewoon omdat dat er dan leuker uitziet. En dan vouw je eerst deze twee naar binnen. Dus die klappen zo naar binnen toe. Daarna vouwen we deze omhoog. En dit vouwen we weer naar achter eromheen. Op deze manier. En dan is je pocket klaar. Dus dan heb je hier een hele mooie pocket. Dan moet je natuurlijk nog wel even vastlijmen. Dus dan ga ik hem even openmaken. En voordat ik dat ga doen, ga ik hem nog even beinkten. Vind ik gewoon wel leuk. Past mooi bij de rest die ik al gemaakt heb. Zo. De lijm. De
even kijken tot waar die reikt. Dus tot daar. Dan doe ik hier lijm op. En aan de andere kant ook. En deze zet ik nog hier aan de achterkant vast. En dan heb je zo super snel een hele eenvoudige maar leuke pocket. Waar hier nog ruimte op is om eventueel te versieren. Maar wat ik zat te denken is misschien ook leuk om een mini pocket erop te maken. En dan moet ik eventjes mijn spulletjes die we al eerder hadden gemaakt erbij pakken. Even kijken, dus ik zat te denken of misschien leuk, maar ik wist nog niet hoe groot het ging worden. Want dit zijn de vierkanten die ik uit mijn, of rechthoeken, die ik uit mijn Polaroids heb gehaald. Dus misschien kunnen we daar een leuke pocket mee hier opmaken. Wel ietsjes te groot, maar dat kunnen we natuurlijk bijsnijden. Hier ongeveer. Dus dit stukje papier wordt, als ik het heb bijgesneden, 4 centimeter hoog. Oh. En breed is die 6. Dus 4 bij 6 zou je eventueel kunnen snijden om nog een pocket op de pocket te maken. Ik denk dat ik het dan ook wel leuk vind om daar een kleine halve cirkel uit te halen als een soort notch, zeggen ze dan. Hè? Waardoor je ziet dat het een pocket is. Herkenbaarder dan als een pocket. En die ga ik dan op 3 zijden, dus aan de onderkant. Hier aan de onderkant. En de zijkanten, ik zeg hier aan de onderkant en ik smeer het op de zijkant, maar op deze manier hierop kan plakken. Vind ik wel grappig. En daar kan je dan natuurlijk weer van alles in doen. Mini labels die we bijvoorbeeld gemaakt hebben. Heleboel. Zo. En hierin kunnen we misschien met het postzegel gebeuren. Een leuk label erin maken. Even kijken hoor. Met een mooie breedte. Het is wel leuk, denk ik. Kijken of ik er daar 2 van kan maken. Even zien hoe hoog dat is. 21 centimeter. Mijn pocket is 10. Zoals ik dan 10,5 snij, kunnen we daar 2 leuke labels maken voor. In elk geval al 2 van deze leuke pockets die we gemaakt hebben te vullen. Om straks eventjes... Dat heb ik niet goed. Ik heb me niet goed voorbereid. Want ik heb mijn kroppendaal beneden laten liggen. En mijn hoekpons. Maar voor het ideetje is het nu denk ik wel prima. Om hem gewoon er even zo in te steken. Toch jongens? Zo. En dan een leuk gat erin. Een leuk touwtje eraan. Wel gaaf toch? Nou, dit ga ik dus precies hetzelfde met nog deze andere doen. Even op mijn gemakje. Straks ben ik weer bij je terug en dan ga ik het je laten zien. Tot zometeen! Zo, hier ben ik weer en het is gelukt. En ik vind ze zelf echt superleuk geworden. Kijk, ik heb dus ze versierd met de stempeltjes die we, of de labeltjes die we zelf gestempeld hebben.
een eyeletter in en de reinforcers die we al eens zelf samengemaakt hebben. Overal heb ik hetzelfde koordje als ik al vaker heb gebruikt in mijn grote project. Om dat zo terug te laten komen doorheen gehaald. En ja, dit was dan het label met de postzegels. En de rest heb ik labels gemaakt van de gestempelde masterboards die we gebruikt hebben. Hier had ik nog ook net als bij die die wij samen gedaan hebben. Een pocket gemaakt van het midden van de Polaroids die we gemaakt hebben. En op deze twee heb ik een pocket gemaakt van een stukje van het waxpapier. Ook super leuk, vind je niet? Kijk. Nou, dit was weer een nieuwe video voor het 100 dagen project. Ik hoop dat je het weer een leuk ideetje vond. Deze gaan we straks weer verwerken. Dus ik bewaar ze weer in mijn hoedendoos voor een volgende film. Dankjewel voor het kijken en heel veel plezier met maken als je ermee aan de slag gaat. Doei doei!